De afvalwaterzuiveringsinstallatie. Een leuk woord voor Scrabble. In de Harnaspolder in Den Hoorn gaat groen gas leveren. Dat groene gas van het Hoogheemraadschap van Delfland komt ten goede aan de transportsector. Een nieuwe stap in de missie van het waterschap om zo klimaat- en energie-neutraal mogelijk bezig te zijn. Om te beginnen, wat doet de afvalwaterzuiveringsinstallatie eigenlijk? Ja, Delfland heeft de beschikking over 4 zuiveringsinstallaties in het gebied. Waar de Harnaspolder er één van is. En daar zuiveren we het afvalwater van het hele gebied van Delfland. Ja, we zuiveren hier het water voor 1,2 miljoen huishoudens. Dat levert ongeveer 4,5 miljoen kuub groen gas op. Dat groene gas dat zetten we in het net en dat leveren aan de transportsector. Vrachtwagens kunnen op het groene gas rijden. De hoeveelheid groen gas is goed voor 30 miljoen kilometer wegtransport. En dat staat weer gelijk aan 750 keer de aarde rond. Het gebeurde al wel iets eerder. We zijn een aantal jaren geleden begonnen op de grote lucht. Daar moesten we een aantal generatoren vervangen. En daar gebruikten we biogas in. Dat is het gas wat vrijkomt bij het slip. En toen we dat gingen veranderen, dat proces, toen hebben we gezegd we gaan naar groen gas toe. Omdat dat gewoon efficiënter, effectiever is dan het omzetten van biogas in elektriciteit. En dit is gewoon beter voor het milieu nog. Ja, dat biogas dat wij produceren, daar zitten een aantal sporenmaterialen in die we eruit vangen met actief koolfilters. En vervolgens houden we methaan en CO2 over. En om het aardgasnet te mogen invoeren moeten we het methaangehalte verhogen. En dat doen we door middel van deze membranen. Dat zijn eigenlijk rietjes waar het CO2 door naar buiten gaat en het methaan gewoon overblijft. Op dit moment wordt de installatie gebouwd, zodat Delfland in het najaar groen gas kan gaan leveren. Het project is een samenwerking van het Hoogheemraadschap en Delfluent Services.